Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifunctioneel Gebouw Westwijzer. Van harte welkom bij het programma Kookpraat. Vandaag weer eens een keer twee gasten, twee broers. Rob Schepers en Pieter Schepers. Ze gaan zo meteen nog van alles over hunzelf vertellen. En natuurlijk hebben ze een recept meegebracht. Maar de vraag der vragen is, dit keer in meervoud, waar zou de gemiddelde Helmonder jullie van kunnen kennen? Nou, ik denk dat de meeste mensen mij kennen die van het Tom praten. Ga weg! Ja, ja. Dat denk ik. En jij dacht, ik breng mijn broer mee? Nou ja, hij had zelf het idee, hij is de oudste broer en dat zou je niet zeggen natuurlijk. Maar, hij ziet er wel jong uit. Ja, hij ziet er veel jonger uit. Ja. Moest ik zeggen. Ja, dat weet ik. Maar ik vind het al leuk om met hem toch iets te doen. We doen niet zoveel samen, dus als we dan samen kunnen koken een keer. Dan is dat een goede aanpak. Dan maken we het in een uniek moment van natuurlijk. Ja, dat vind ik ook. Maar Pieter, vertel eens even. Of moet ik meneer Pastoor tegen jou zeggen? Nee, jij mag wel gewoon Pieter zeggen. Ik mag gewoon Pieter zeggen. En waar de gemiddelde Helmonder mij van zou kunnen kennen is, ik heb op de middelbare school in Helmond gezeten. Mm-hmm. Maar ik ben een geboren en getogen Houtenaar. Formeel hoort dat dus ook bij Helmond. Dat is ook Helmond. Staat ook in mijn paspoort. Dus actief geweest bij de kindervakantieweek in de parochie Emielerhout. Dus misschien dat mensen daar mij van kunnen kennen. En sinds een paar maanden pastoor in Assen. En dat is wel redelijk dicht in de buurt. En dat is dichtbij. Heerlijk. Okay. En hij is natuurlijk de broer van. Ja. We gaan naar het recept, heren. Jullie hebben iets meegebracht met asperges. Waarom? Als wij thuis asperges kregen, was er altijd een groot feest. Onze moeder kon heerlijk asperges klaarmaken. Met eigen aspergesoep erbij, een eitje erbij, alles erop en eraan. En dat kunnen we maar een paar maanden per jaar eten. Hè? Dus tot 24 juni formeel, feest van Sint-Jan. En dat is dan weer mijn vakgebied. Oh, vertel eens. Tot die tijd maar de steken. En na 24 juni is het over. Waar heel die Sint-Jan mee te maken heeft, Joost mag het weten. Maar het klinkt leuk. Ja. Maar wij vonden het echt een feestje. En wij mogen altijd helpen van Corrie. Corrie, kunnen wij ondersteunen in het aspergerecept? Want behalve de asperges, wat hebben we nog meer? Nou, ik heb ze al geschild. De schillen liggen onder in de pan met de onderste stukjes van de asperges. Waarom? In principe doen wij er helemaal niks mee. Nee? Maar als je het vocht laat inkoken met de schillen, kun je dat later gebruiken voor aspergesoep te maken. Heerlijk. Ah, ja. Ja. Dus wij doen er voor de rest niks mee. Maar een tip voor de kijker. Voor de kijker. Nou, dus jij hebt je over de asperges ontfermd en wij. Die ga ik zo opzetten. Jullie kunnen, misschien meneer Pastoor, kan aardappels schillen. Want ik mocht Pieter zeggen. Klopt, je mag toch gewoon Pieter zeggen. Hoor. Nou, ja. Pieter dan. En ik? Jij kunt beginnen met met de aardappels schillen. Jij kunt meehelpen en dan mag de andere broer. Een poging doen voor de eieren te koken. Nou, en ik ga dan een poging doen om aardappelen te schillen, hè? Hoezo een poging? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, sorry, ik heb een huishoudster. Natuurlijk, ik heb een huishoudster. Ja, zo gaat het in onze tijd. Misschien is het handig, Corrie, dat hij een klein mesje pakt om mee te beginnen. Ja, laat hem doen. Anders wordt het zo'n bloederig programma, ben ik bang. Ja, daarom. Ik ga een klein stukje aan de kant staan als jij gaat snijden. Rob, enig idee hoe de plaat werkt? Ja, ik heb hem al aan. Ja. Ja, er is geen introductie nodig op de inductie. Nee, er is geen introductie nodig. Eigenlijk, hè, dat is wel grappig, jullie doen eigenlijk allebei een beetje hetzelfde, maar toch op een andere manier. Hè? Ja. Jullie spreken allebei op jullie eigen manier de troepen toe. Ons pa die zei toen ik priester werd gewijd, dat was wel leuk, op 24 mei 1997 ben ik priester gewijd. Ja. S'morgens in de Sint-Jan en s'avonds kwam onze Rob toen bij Ron Brandsteder bij Moppetoppers op televisie. Dat ken jij wel, die, hè? Ja, volgens mij mochten wij ook nog een keer. Ja, dan mochten wij samen naartoe. Daar wil ik het niet meer over hebben. Ja. En, dus een spa heeft toen gezegd van. De een die staat in de ton en de ander staat op de preekstoel. Maar ze proberen op een eigen manier toch bij mensen een boodschap te brengen. Of in ieder geval een stukje plezier en vreugde te brengen. En ik denk wel dat dat zo is. Ga jij vaak naar hem luisteren? Nou, ik ben normaal zat ik in Berkelandschot de laatste 10 jaar. Ja. En dan, dat is niet ver natuurlijk in het Nederlands begrip, maar het is toch 3 kwartier heen. Hè? Ja. En dan
Mijn kinderen die dan in de auto zitten, die dan, dus daar hebben we eigenlijk al een beetje achtergehouden. Maar nu zat hij dus in Asten, dus de excuus was weg. Maar, dus nou moet je wat vaker... Nou ja, ben ik mooi met de kerstavond, zijn wij mooi met het gezin naar Asten gereden. En ik moet zeggen, ik ben altijd trots op de manier waarop dat je doet. Want er zijn maar weinig pastoors die het heel leuk brengen en dat doet ons Pieter wel. Ja, wat mag dat, Pieter? Mag jij een beetje in de trant van Rob jouw, ik wou zeggen, jouw buurt in elkaar zetten? Yeah. Nee, jouw ja, hoe noem je precies? Jouw preek? Moet ik het zo noemen? Nou ja, goed, het is een opdracht om die boodschap met de woorden van deze tijd te verkondigen. Dus als dat met een lach kan en met wat humor, dan heel graag. Ik bedoel, ik vind het ook altijd leuk om een carnavalsmis te doen. En dan draai ik ook wel echt, dan wordt het echt een buurtjaar. En dat vind ik geweldig. En jij helpt hem dan mee met zijn tekst? Hij heeft wel een aantal keren gevraagd of ik wat weet, maar hij doet het eigenlijk vooral zelf. Dus nee, wat dat betreft schrijft hij eigenlijk wel goed. Het is wel allemaal gejat natuurlijk, maar ja, dat maakt niet uit voor hem zijn kerkmis. Nee, daarom. Er zijn diverse collega's van jou die doen dat ook wel eens. Ja, inderdaad. Dus, inderdaad. Ja, jij doet het zelf. Gebruiken. Ja. Lezen, hè? Maar Rob, zou jij nog niet een keer als pastoor de ton in willen? Ik heb een tijd terug mensen die voor de tweede keer trouwden. Die wilden niet meer voor de kerk de tweede keer. En toen heb ik een mooi blouseje met een kaartje dat je nog niet uitgehaald heeft, zeg maar. Jij kunt iets met een kaartje, hè? Nou ja, ik zeg altijd de communicant. En dan zeggen ze, wij staan bidden, praten met God. En dan vind ik communicant altijd leuk. Dan kan ik altijd even met God praten. Ja, en communicanten vinden dat geweldig. Ik vind hem zelf ook leuk. Ik vind hem ook leuk. Ja, dus toen had jij zijn boordje? Ik zijn boordje en zijn blouse aan. En toen heb ik eigenlijk voor de fun heb ik op hun gerelateerd een heel mis in elkaar gezet. Met het evangelie en het... De collecte natuurlijk. De collecte was achteraf. Ja. Maar dat weet niemand, dus daar wil ik het toch verder niet over hebben. Maar is dat nou niet, ik weet niet of ik die term in deze context mag gebruiken, is dat niet een klein beetje vloeken in de kerk? Iemand die als leek een hele dienst gaat doen? Maar ik was niet in de kerk. In de kroeg. Kan het ook, hè? Nog erger. Ik was gewoon bij Lambert. Dus, nou, de naam is het al wel, hè? Dus ja, dat klinkt alweer een beetje heilig. Het is naast de kerk, dus we willen nog meer. Ja. Nee, dan kan het. Het was meer vloeken naast de kerk dan, zeg maar. Maar Pieter, jij komt vaak bij optredens van Rob, hè? Zeker nu jij weer dichter in de buurt woont. Nou, ook al toen ik nog in Berklenschot of in Geffen zat, dan ging ik sowieso altijd naar de Keienbijters. Ja, dat vind ik echt gewoon geweldig. Op die stoelen staan, dat sfeertje en noem maar op. Vaak namelijk ook nog mensen uit in de tijd Geffen of Berklenschot mee om... Om des van dichtbij te bekijken. Te luisteren. Iedereen is natuurlijk ook, die kent hem van Omroep Brabant. Ja, en ik vind het gewoon geweldig om mee te maken. Maar, en het leuke is dat je ook een paar keer al een Berklenschot is komen kletsen. Dus volgend jaar in Asten. Volgend jaar sta ik in Asten. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Dus, Prins Pieter de Nuurste. Natuurlijk. Zou dat kunnen? Zou jij Prins Carnaval mogen worden? Nee. Dat weet ik niet. Ik denk niet dat ze er blij mee zouden zijn, laat ik het zo zeggen. Waarschijnlijk niet. Want moet jij niet altijd uitkijken, net als vandaag? Ik kan aan Rob vragen wat ik wil, die kan ook alles zeggen. Maar moet je een beetje uitkijken wat je zegt? Jij kunt er mij ook alle vragen waar je wilt. Alleen de vragen zoals ik antwoord geef. Ja, maar dus het is ook wel zo dat ons pap en mama ook meekijken. Dus ik kan het niet anders zeggen. Nee, dat is waar. Nee, dat scheelt. Maar bij jou zit er misschien nog een extra sausje overheen. Ik bedoel, mag jij s'avonds een flinke borrel pakken en dronken over straat? Maar dan ga je dronken over straat van jullie, Erik? Oh god, dan gaan we daar weer over beginnen. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag volgens mij niemand dronken over straat. Maar ik bedoel, moet jij niet extra uitkijken wat je doet? Daar moet je mee oppassen. Je moet zorgen dat je geen karikatuur van de wijgen wordt. Maar over het algemeen een borrel drinken. Ik ben ook met carnaval ga ik altijd ook in de parochie carnaval vieren. Komen veel mensen tegen. Meestal als ik jou op Facebook zie, heb jij heel braaf een glaasje spa rood. Ja? Dan moet je wel beter kijken. Want er zijn ook mensen bij... Heb je drie lege flessen achter hem gezien? Er zijn ook mensen bij die zeggen van, jij staat ook al mijn glas wijn op Facebook. Oké. Okay. Ja. En jij meestal mijn glas bier? Ik meestal mijn glaasje bier. Corrie, jij zit vast en zeker op onze aardappels te wachten. Oh, wacht even. Ja, ik moet ze even doorsnijden. We doen ze gauw in het schaaltje. Laat op de vingers, hè? Ja. Voor iemand die niet... Oeh, ja. Dat ging er bijna. En voor iemand die niet gewend is om te snijden, doet het best goed. Gedaan, ja, dat vind ik ook. Ja. Alsjeblieft. Heel aardig, dankjewel. Ik zie bij jou een handdoek in een pan. Oh, dat was net kwijt. Die is erin gevallen. Nee, maar waarom? Nou, dan staan de asperges een beetje onder. Dan worden ze goed gaar. Dan blijven ze goed onder water, blijft de smaak goed bij elkaar. Ik heb er wat zout en wat suiker. De suiker is eigenlijk dat de smaak van asperges daar meer proeft. Maar je moet ook wel uitkijken dat je geen handdoek pakt die net uit de was komt met lekker... Nee, liever niet. Liever niet. Even goed uitspoelen. Oké. Jij kunt nog fruit? Ik doe de aardappels erin.
wachten tot de asperges gaan, zeg maar, een bordje op en dan kunnen jullie eten. Heel goed, heel goed. Rob, je had het net over jouw carrière als tonprater. Ja. In 1997 begonnen bij Moppetoppers. Ja. Dus jij begon meteen op tv. Ik begon meteen op televisie. Ik begon eigenlijk bij Monroe's toen in die tijd op de Havenplein. Daar hadden ze de voorrondes en toen mochten we naar Hilversum toe. Ja, ja. Met René van Voren van de Mounties nog. Hè. Oh, nu heet hij de man met die grote neus? Frans Vrolijk. Frans Vrolijk. De man die 100.000 moppen kende. Ja. Nou, ja, die kennen er veel. Ja, heel veel. Dat wilde hij ook graag horen, zou ik zeggen, dat hij daar komt. Ja, ja. Maar het was leuk. Het was leuk om te beginnen. En toen vroegen ze bij de Houtse Kluttels, de carnavalsvereniging van Nieuwenhout, of ik bij hun moppen wilde komen tappen tijdens de show en zwetsavonden. Ik zei, nou, dat lijkt me niet zo'n goed plan. Ik zei, maar ik wil wel gaan kletsen. En zei ze, kun je kletsen? Ik zei, nou, Danny, dus ik wil iemand hebben die mij helpt. En toen hebben ze mij in contact gebracht met Frans Brugmans. En Frans heeft mij eigenlijk al die jaren tot een jaar of vier geleden, want toen overleed Frans, geholpen met het maken van teksten. En dat ging altijd heel erg goed, want je hebt flink wat toernooien gedaan ook. Ja, ik heb kijkbijters in totaal nou 14 keer gedaan. Ik heb de 7 keer finale gehaald. Ik heb de Brabants heb ik een aantal keer meegedaan, heb ik 2 finales mee behaald. En dus ja, wat dat betreft. Toen met mijn eerste zelfgemaakte tekst, want ja, wat Frans overleed, heb ik zitten denken, wat ga ik doen? Moet ik nou stoppen of ga ik het toch proberen? En toen heb ik het geprobeerd. En toen heb ik de EHBO geschreven. En dan won ik mijn eerste toernooi mee en dat was de Goede Toon. En die had een speciale titel, die prijs, hè? Ja, ja, dat was de publieksprijs. Hè? En dat was dan de Frans Brugmans publieksprijs. Kun je nog beter hebben. Ik krijg weer rillingen als ik eraan denk. Ja, dat dus, snap ik. Ja, dat was heel mooi. Je had niet het idee van ik ga aan onze Pieter vragen of dat hij mij wil helpen met... Nee, het was namelijk zo dat onze Pieter, die mag niet alles zeggen natuurlijk in zijn teksten. En die kan het niet, die heeft nooit geen vrouw gehad, daar komt niet geloofwaardig over als hij over een vrouw begint natuurlijk. Dus, daar zei jij straks, dat is de reden dat hij er als jong uitziet. Ja, hij ziet er een stuk jonger uit en dat komt inderdaad, ik ben getrouwd en met een vrouw. En hij heeft niks een huishouden, geleden, die kan hij gewoon buiten zetten en die komt dan weer een keer terug, zeg maar. Dus hij hoeft ook eigenlijk niet heel veel te doen, dus hij heeft een heel goed leven. Is dat nou een compliment? Dat is een heel groot compliment dat je goed uitziet, ja. Ja, ik hoor er wel iets van nee tussen. Ja, hoor. Volgens mij wel. Nee, dat is niet waar. Maar dat geeft niks, het is een gevoelig onderwerp. Want jij werkt gewoon wel hard. Nou, ik werk. Ja, maar ik denk dat hij af en toe toch wel op hele cruciale momenten bij gezinnen binnen moet Zeker. Komen. Ja. 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 Op allerlei verschillende momenten, ja. Dat kan heel leuk zijn en dat kan heel verdrietig zijn. Ja, maar het feit dat je dat mag doen bij mensen juist in moeilijke situaties, daar die mensen erbij te kunnen zijn en iets van verwoorden van afscheid of noem maar op, of ziek zijn of terminaal zijn, bijvoorbeeld mensen worstelen met de vraag over leven en dood, dat je daar een steentje bij mag dragen, dat is heel bijzonder. Ja. En bij jullie thuis vroeger, jij hebt nooit zoiets gehad van, ik ga mijn broer na, ik wil ook... Nou, we hebben ooit 1 keer samen als misdienaar gefungeerd tijdens het huwelijk van onze kapster in die tijd. En ja, toen was het voor mij inderdaad duidelijk dat ik iets anders ging doen. Nee, dat is niet mijn ding. Nee. Maar onze Pieter heeft ook een beetje verpest. Hè? Die heeft namelijk vroeger als klein kind, moest ik altijd mee naar de kerk in Mierlo. En toen had ik mijn communie nog niet gedaan. En dan moest ik wel mee mijn communie op gaan halen netjes. Maar die mocht ik niet opeten. Die moest ik dan na de dienst aan hem geven. Hij nam het misboekje mee. En zo kon hij thuis ook nog een keer het brood en alles breken. En dan zat ik dan weer in de kerk. Dus ik heb heel veel kerken gehad vroeger toen ik heel klein was. En dan werd ook nog geloofd, hè? Want als je dat terugdenkt, waren wij 8, 6 of 5 in die tijd. Ja. Dus, ja. Is alles voor zijn toekomst gedaan eigenlijk, zeg maar. Dus dat ja, is wel je hebt jouw leven een beetje in het teken van zijn... Ja. Nou. Ja. Ja. Maar jullie kunnen het wel heel goed vinden samen, volgens mij, of niet? Ja, wij zien elkaar niet zoveel, dus is dan was het maakt het ook goed, hè? Maar volgens mij wordt er heel wat afgeappt en gemessaged en noem maar op. Nou ja, de voorbereiding op deze uitzending eigenlijk was wel leuk. Want van, ja, waar is nou typisch iets van ons thuis? En dan ga je dus nadenken over, het moet niet standaard zijn, hè, patatje met een stukje vlees erbij. Maar ik heb erg moeten lachen over alle herinneringen die er toen via de app voorbij kwamen aan dingen van, oh ja, Het was ook niet echt heel bijzonder, zeg maar. Je wil dan in zo'n koopprogramma natuurlijk iets zeggen van, nou, dit is echt lekker en luxe. En niet thuis, als mama niet lekker geen klaargemaakt, maar dat was vaak gewoon aardappelen, groenten en vlees. Ja. Ja, dat kan heel erg lekker zijn. Ja, juist, daar zei ik. We zijn er wel groot van geworden. Hè. Dus, maar Pieter kwam op een gegeven moment met een idee met gerechten die hij ooit zelf klaargemaakt had. Ik zeg, nou, moet wel over iets gaan wat we samen nog een beetje hebben. En toen kwam ik met het geweldige idee van de asperges. En dat is nog steeds, want
als we met paas of zo bij ons thuis eten, dan gaan die asperges erin. En ja, eigenlijk eten wij die met z'n tweeën nog. Ja. Dus ja, het was speciaal voor ons klaargemaakt door ons man. Huh? Nou, vandaag zijn ze speciaal klaargemaakt door Corrie. Ja, ze zijn wel lekker. Toch nog heel even de vraag, Corrie, jij hebt daar van alles nog onderin de pan zitten. Dat is, zei jij straks, om eventueel nog een soepje van te maken of zo. Dus als je nou straks die asperges eruit hebt, zou je dat nog even terugzetten op de moet je dat in laten koken, zodat de smaak van de schillen goed in het vocht opmaakt. En dan kun je er aspergesoep van maken. Klinkt goed. Heb je twee dingen. Je eet lekker asperges en daarna een lekker soepje. Ja, heerlijk. Nog even over asperges, want bij mij op de een of andere manier, ik krijg die dingen niet gaar. Dan zul je zeggen, ja, geen idee hoe dat komt, maar hoe moet het nou wel? Je zet ze gewoon op in heet water en klaar? Nee, je doet gewoon koud water. Doe je heet water, hoeft niet. Je doet de schillen onderin, wat ik al zei. En daar leg je de asperges op, zout en suiker. Je doet er een doek of een bord, dat maakt niet uit. Dat ze in ieder geval onder water staan. En 1 minuutje goed door laten koken. Zachtjes. En dan nog 8 minuten. Ligt eraan hoe dik dat asperges zijn. En dan moeten ze lekker gaar. Een beetje buigzaam zijn. Niet te gaar, geen snot. Nou. Dan zijn ze niet lekker. En het kopje als het laatste eigenlijk. Het kopje als het laatste altijd. Want dat is het lekkerste. Oh, ja, dat is het lekkerste. Ja. Hoe ga je ze nou op bord leggen? Gewoon lekker. Ik ga op bord. Ze hebben Benam, de traditionele manier van asperges eten. Ik heb hier gekwalificeerde geklaarde boter voor erbij. Ik maak wat op met peterselie, dus als jullie nog wat te vertellen hebben, maak ik de bordjes op en dan kunnen jullie zo aan tafel. Nou, volgens mij hebben we niet zo gek veel meer te vertellen. Weet je wat we doen? We wachten even op jou. Oké, nou, voor ieder een bordje. Ik heb asperges, beenham, krieltjes. Voor degene wat er eigen bij past, is geklaarde boter. Ik heb hier een variant, heb ik nog niet gebruikt, maar is voor de kijkers misschien kan men er ook zalm bij pakken. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, dat geweldig. Het ziet er geweldig uit. Ik zal hem eens keurig overhandigen. Kijkt u eens. Dankjewel. Voor Rob natuurlijk ook een. Zal ik er bestek bij doen? Is dat makkelijk? Oh, ja, daar hebben we ooit wel eens een keer met bestek leren eten. Ja. Alsjeblieft. Maar ja, en een bord in de handen en bestek, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dankjewel. Nou, de gasten mogen altijd als eerste proeven, dus ga je gang. Dan begin ik meteen natuurlijk bij de asperges. Ga ik even dwars door het beeld mijn bordje erbij pakken. Eerst wat ik altijd wil weten is, hoe smaken de asperges? Heerlijk. Net als vroeger? Ja, net als vroeger. Bij jou ook, Rob? Ja, het is echt heerlijk. Ja. Kan niet geweldig. Geweldig. Ik mag niet meer vol mond praten, maar het is... Het smaakt echt fantastisch. Helemaal super. Ja. Het lijkt mij goed om af te gaan ronden, dames en heren. Het smaakt lekker. Heerlijk. U weet inmiddels ook hoe dat u asperges moet maken. Ingrediënten komen in beeld. En wij zien u graag de volgende keer weer terug hier bij Kookpraat. Eet smakelijk. En nou, jullie ook smakelijk, hè? Ja, jij ook. En bedankt voor de komst. Geniet ervan. Even proeven. Beetje boter erbij.